eerste paragraaf die gaat over het thema wereld. Wereldbeeld is een belangrijke paragraaf, belangrijk hoofdstuk kan ik beter zeggen. Omdat dat draait over het economische gedeelte van de aardeskunde. En zoals jullie wellicht weten kun je aardeskunde opdelen in visiegeografie en sociale geografie. En die twee thema's zijn alle twee onderdeel van het centraal examen. Daar kun je mazzel mee hebben, want in sommige gevallen betekent dat dus dat je, sommige mensen zijn beter in sociale geografie, dat je daar je punten op scoort. En de anderen zijn beter in de fysische geografie, dan kun je daar punten op scoren. Beter is natuurlijk nog als je op alle twee kunt scoren, maar goed, het een ligt de een beter dan de ander. Dit is dus een sociaal-geografisch thema, ik zeg het al, economisch. En we gaan het vandaag hebben over de volgende drie dingen. Dan staat hier nog op de vriezer, dus er staan nog een vriezer. Welke manieren er zijn om welvaart te meten? Welvaart is een heel belangrijk begrip dat je heel vaak gaat tegenkomen. Welke manieren er zijn om welzijn te meten? Tweede belangrijke begrip. En vervolgens sluiten we af met welke problemen er zijn bij het meten van welvaart. Want welvaart, je zou zeggen, je kijkt er gewoon naar en je meet het, maar dat kan niet altijd. Dus daar kijken we ook naar. Nou, allereerst, als je het begrip welvaart tegenkomt, onthoud erbij dat je altijd gebruikt bruto binnenlands product per hoofd. En dan gaat het niet alleen om een hoofd, maar het gaat over het hoofd van de bevolking. Dus je kijkt altijd naar hoeveel inwoners heeft een land. Nou, Nederland heeft 17 miljoen inwoners. Wat is het gemiddelde inkomen van die 17 miljoen mensen? Dat is je BBP per hoofd. En dat moet je kunnen berekenen. Dat klinkt een beetje alsof we bij wiskunde zitten. Maar eigenlijk is het heel makkelijk. Stel je vindt een tabel waarin weergegeven is dat de waarde van alle producten en diensten die in een jaar geleverd zijn, dat is een enorm bedrag. Als je weet wat dat bedrag is, dan deel je dat door die 17 miljoen mensen. En het probleem is opgelost, dan heb je dus je bruto binnenlands product per hoofd. Maar wat kun je daar nou mee? Als je dat doet met Nederland en dat doe je ook met Niger in Afrika, en je zet die twee naast elkaar met dezelfde eenheid, dus je doet het bijvoorbeeld in dollars, dan kun je de twee landen met elkaar vergelijken. Dus dan kun je iets zeggen van oké, hoeveel geld wordt er verdiend per hoofd van de bevolking? En, nou ja, goed. Daarmee zou je iets kunnen zeggen over hoe het met een land gaat. Belangrijk is daarbij even te kijken naar de samenstelling van je beroepsbevolking. Er is een algemene regel voor. Op het moment dat het ontwikkelingspeil van een land hoger is, dan werken er minder mensen in de landbouw. En ik weet niet of jullie in het verleden wel eens hebben gehoord van de begrippen centrum en periferie. Dan ga ik het wel even opschrijven, dan zie ik geen bordwissel meer. Als je het hebt over centrumlanden, dan kun je kijken naar de landen die zeg maar westers georiënteerd zijn. Je hebt het over Amerika, je hebt het over Europa, je hebt het over Australië, je hebt het... Kijken we dan te nog meer rekenen. Ja, Japan bijvoorbeeld, Japan mag je er ook toe rekenen. Die landen die vallen allemaal onder het centrum. Dus dat zijn landen waar de meeste mensen werken in de dienstensector. Dus die werken bijvoorbeeld op kantoren of die werken in de dienstverlenende sectoren. Dat zijn natuurlijk veel meer, maar dat kunnen winkels zijn, dat kunnen handelszaken zijn. In ieder geval zijn dat de centrumlanden. Landen die minder ontwikkeld zijn, en dan heb je het bijvoorbeeld over een land als Brazilië, daar heb je te maken met veel meer industrie. En omdat je daar automatisch meer ziet, meer mensen dus in de industriële sector werken, dus de beroepsbevolking is verdeeld over de industrie, dan betekent het dat ze dus op een andere manier of nog minder ver ontwikkeld zijn. Dat noem je de semi-periferie. Dus stel je ziet een grafiek en in die grafiek zie je... En je ziet in die grafiek dat het merendeel van de bevolking werkzaam is in de industriële sector, semi-periferie. Nou, dan blijft nog over de periferie. En ik noemde net het land Niger, dat gebruik je eigenlijk altijd omdat het het meest onontwikkelde land is op aarde. Daar heb je dus de perifere sector. En
die perifere sector, daar kom je in terecht als het land voornamelijk gedijt op landbouw. Nou, dat is eigenlijk al een opname wat ik wilde vertellen zometeen over de problemen bij het meten van welvaart. Want wat gebeurt er nou als je een centrum land wil vergelijken met een land in de periferie en je tot de conclusie komt dat het geld op een hele andere manier verdiend wordt? Dat is lastig, want ja, daar zit een groot verschil in. Dus dan moet je nog een aantal dingetjes veranderen. Nou, daar komen we zo meteen op terug. Wat ik nog ben vergeten te zeggen, wat wel belangrijk is. Er is ook zoiets als bruto nationaal product. Dus je hebt BBP, dus bruto binnenlands product en bruto nationaal product. Het belangrijkste verschil is dat bij het bruto binnenlands product, het gaat om alle personen en bedrijven die in het land gevestigd zijn. En bruto nationaal product mag je ook multinationals meerekenen die bijvoorbeeld vestigingen hebben in het buitenland. Daar wordt ook geld mee verdiend, maar niet binnen de landsgrenzen. Voor welvaart kijk je binnen de landsgrenzen en dus gebruik je BBP. Let daar dus op, stel dat je een atlas moet gebruiken en je zoekt het op, staat zowel BBP als BNP erin. Moet je wel de goede gebruiken. Goed, dat is welvaart. Zo ziet het er een beetje uit als je naar die kaart kijkt. Ik heb net die centrum-periferie een beetje behandeld. Als je naar deze kaart kijkt. Nou ja, het staat in principe op de kaart. Je kunt het ook aan de kleuren zien. Wat zijn de centrumlanden? Noem de kleur. Wat zeg je? Ja, de rode landen, precies. Je ziet ook duidelijk de semi-perifere landen. Die zijn oranje gekleurd. En de periferie is toch nog steeds voor een grootste gedeelte Afrika. Dan is er iets geks aan de hand. India. En India is een heel opmerkelijk land als het gaat om de arbeidsverdelingen. Enerzijds werken er heel erg veel mensen in de landbouw, dus je zou zeggen periferie. Maar anderzijds werken er ook heel veel mensen in de dienstverlening. India heeft zich op een andere manier ontwikkeld dan welk ander land ook ter wereld. Dat is gegaan van de perifere sector direct naar diensten. En diensten horen eigenlijk thuis in de centrumlanden. Ze hebben die industriële fase voor een groot gedeelte overgeslagen. Je ziet dat ze op dit kaartje dat uit het boek komt, dus uitgegaan zijn van een land dat in de perifere ontwikkeling zit. Maar eigenlijk ben ik het daar niet helemaal mee eens. Want juist door het feit dat ze er Engels spreken, als gevolg van de Britse overheersing daar in het verleden, zie je dat ze zich heel snel hebben ontwikkeld op het gebied van die diensten. Bijvoorbeeld callcenters vanuit Amerika zitten voor een groot gedeelte in India. Dus eigenlijk had ik liever gehad dat ze het oranje hadden gekleurd, dat je daar in de semi-periferie zat. Want het land is al verder ontwikkeld dan dat dit kaartje dat doet lijken. Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft precies hetzelfde. Enerzijds zijn ze heel ver ontwikkeld en hebben ze veel diensten, bijvoorbeeld toerisme is heel belangrijk. En aan de andere kant heb je nog een heel groot gedeelte landbouw. Dus ook daarvan zou je liever zien van plaatsen in de semi-periferie, want het land is toch wel verder ontwikkeld dan dit kaartje natuurlijk lijken. Nou, dit kaartje laat ook nog iets anders zien, welvaart en welzijn. Welvaart hebben we natuurlijk net over gehad. En de plaats op de wereldranglijst. Er is een wereldranglijst. Noorwegen staat bijvoorbeeld qua welvaart op nummer 2. Welzijn op nummer 1. Dus dat is het beste land om in te leven. Volgens dit kaartje. Nederland doet het ook niet slecht. Staat op plaats 7. En nu staat Niger op het allerlaatste plekje. En dan zie je dus dat nog wel heel wat ontwikkelingen nodig heeft. Nou, meten van welzijn. Welzijn is een soort welbevinden. Hoe voel je je binnen je land? En er horen een aantal begrippen bij. Inkomen, uiteraard. Hoeveel geld verdien je en hoeveel geld kun je ervoor kopen? Mate van analfabetisme. Analfabetisme, wie weet wat dat is? Niet lezen of schrijven. Precies, of je lezen kunt of niet. Of schrijven kunt of niet. De levensverwachting, hoe oud worden mensen? Levensverwachting zegt iets over de gezondheidszorg. Ga jij in Nederland kijken naar de levensverwachting, dan is die uit mijn hoofd hoor. Geloof ik ondertussen iets van 87 voor vrouwen en 83 voor mannen, gemiddeld. Dus wij worden relatief oud. In Niger zou het wel eens kunnen zijn dat dat 40 en 43 is. Dat heeft alles te maken met de mate van ontwikkeling.
Maar dat heeft ook te maken met de toegang tot water, gezondheidszorg, beschikbaar van telefoon. Kijk, als er iemand ziek is en die moet een dokter hebben en je moet eerst 2 uur lopen om bij je eerste de beste dokter te kunnen komen, terwijl als je je telefoon hebt op computer eventjes een bericht stuurt en die dokter die kan komen, dat is best wel een belangrijk verschil. Nou, hoe doen ze dat? Er is een ontwikkelingsindex bedacht en in je boek wordt die genoemd de VN-ontwikkelingsindex. Maar onthoud, HDI is de internationale naam en in examens gebruiken ze de HDI, Human Development Index. Dus noteer dat ergens, dat je weet dat de HDI hetzelfde is als de VN-ontwikkelingsindex. Nou, wat doet die Human Development Index? Die maakt een lijst en die gaat kijken naar al die verschillende onderdelen, dus inkomen, analfabetisme enzovoorts. En dan aan de hand daarvan maken ze een overzicht en gaan ze kijken van welk land is nou het meest, of de meeste welzijn en welke het minste welzijn. Nou ja, Nederland staat dus vrij hoog, Noorwegen nog hoger. Dat komt omdat wij natuurlijk in Nederland het best wel goed voor elkaar hebben. En er is bijna geen analfabetisme meer. De levensverwachting is hoog. Iedereen heeft thuis water. Iedereen heeft de mogelijkheid om een dokter te bezoeken. Praktisch iedereen heeft een telefoon en computer. Dus wat dat betreft zit dat in Nederland wel goed. En dat is in Niger dus niet het geval. Dus daarmee kun je welzijn heel mooi vergelijken. Nou. Hier zie je dat weer op terug. Dit is wederom een kaartje van die Human Development Index. Hier onderin staat aangegeven wat zeg maar de kwaliteit van het welzijn is. En hoe werkt dit? Die welzijnsindex die wordt gecategoriseerd van 0 tot 1. Hoe dichter je bij de 1 zit, hoe hoger het welzijn. Dus bijvoorbeeld Nederland is hier donker groen gekleurd en uit mijn hoofd is de welzijnsindex van Nederland 0,92. Dus zit heel dicht tegen de 1 aan. Verschillende landen in Afrika, waaronder weer Niger, heeft een lager dan 0,39, dus die zitten heel dicht bij de 0. Daar is het welzijn dus juist weer heel erg laag. Zo'n kaart vertelt je in één oogopslag van oké, waar gaat het wel goed met het welzijn en waar gaat het niet zo goed met het welzijn. Bijvoorbeeld, oorlog kan invloed uitoefenen op welzijn. Want een land als Libië heeft een hele tijd behoorlijk hoog welzijnscijfer gehad, totdat daar alle onrusten uitbraken, oorlog ontstond, islamitische staat zijn invloed ging gelden. En al die invloed heeft er wel voor gezorgd dat dus het welzijn van de mensen daar enorm is achteruit gegaan. Aan de andere kant zou het zo kunnen zijn dat de huidige coronacrisis ook invloed uitoefent op ons welzijn. Want mensen raken misschien hun baan kwijt. En daardoor hebben ze minder geld te besteden. Al dat soort zaken kunnen bijdragen aan je welzijn. Dus dit kaartje laat nu dit zien, en dit is de data van 2018, dat is vorig jaar gepubliceerd. Ik ben heel benieuwd hoe volgend jaar de kaart van dit jaar er gaat uitzien. Want die zou er best wel anders uit kunnen zien dan nu. Dus houd dat in de gaten, dat dit geen vast gegeven is. Nou, ik noemde net al Noorwegen, hè? De hoogste score van de wereld op de welzijnsindex. En dat komt ook als je gaat kijken naar inkomen. Het land heeft natuurlijk een van de hoogste inkomens. Maar Noorwegen is ook een heel erg duur land. Ik weet niet of jullie ooit in Noorwegen is geweest. Dan heb je het misschien gezien dat de prijzen daar veel hoger zijn dan in Nederland. Zwitserland is eenzelfde voorbeeld. Als je daar je boodschappen doet, ben je gemiddeld genomen over een tas boodschappen 20 euro meer kwijt. Benzine bijvoorbeeld is in Zwitserland ook veel duurder. Maar omdat we veel meer verdienen, staat dat in verhouding met wat de mensen betalen. Dus eigenlijk zou het zo kunnen zijn dat de verhouding van jouw inkomen ten opzichte van hetgeen dat je uitgeeft, vrijwel hetzelfde is. En dat kun je dus heel mooi doen door straks weer te kijken naar dat bruto binnenlands product per hoofd. Even kijken. We hebben nog iets anders. Nou, levensverwachting hebben we al behandeld. Op zich nog wel handig om even te kijken. Je ziet hier ook nog staan dat BBP per hoofd, wat dus ook in de afwas in de statistiek te vinden is,
Gemiddeld genomen verdienen de landen die dus niet gewoon oranje of ja, bijna rood gekleurd zijn, meer dan $32.000 per hoofd van de bevolking per jaar. Dat is natuurlijk een gemiddelde. Er zijn mensen die minder verdienen en er zijn mensen die meer verdienen. In Niger is het minder dan $4.000 per jaar. Dus er zit nogal een groot verschil in. India is een ander voorbeeld. Daar is het gemiddelde heel erg laag. In het kader daarvan zou je kunnen zeggen, de periferie. Maar er zijn ook mensen die veel meer dan €32.000 verdienen. Dan zou je kunnen zeggen van, maar wat doet dat dan met die human development index? Nou, niks in dit geval. Want het gemiddelde neemt men. En als er 3 mensen zijn die €1 miljoen per jaar verdienen en de rest van de bevolking maar €4.000, nou ja, dan gaat het snel omlaag. Dus ook daar rekening mee houden. Het is een gemiddelde. En je kunt dus, als je het hebt over welvaart, over een land zelf niet zeggen. Je kunt alleen aangeven van oké, dit is het geld dat er per hoofd van de bevolking verdiend wordt. Maar het zou best wel eens kunnen zijn, als je in Nederland zou gaan kijken naar de verschillende provincies, dat er bijvoorbeeld in Groningen minder geld gemiddeld verdiend wordt dan in Zuid-Holland. En je kunt dus op basis daarvan pas iets zeggen over de welvaart in een land, als je ook regionaal gaat kijken, maar dat is een andere stap. Dat komt hierin voor. Welke problemen zijn er met het meten van welvaart? De eerste is, de waarde van de dollar is lang niet overal hetzelfde. Wat zouden ze daarmee bedoelen? De waarde van de dollar is lang niet overal hetzelfde. Iemand? Ik heb soms, bijvoorbeeld Afrika. Ja. Bijvoorbeeld 1 euro is niet $20 bijvoorbeeld. Ja, de wisselkoers. Die koers. Ja. En je hebt ook bij andere landen, dan is het onwerkt. Ja, ja, precies. Je zou inderdaad kunnen. Wat je denk ik bedoelt, is dat je voor $1 niet hetzelfde kunt kopen. Ja. Ja, precies. Dat is wel grappig, dat noemen ze de Big Mac Index. Hoeveel geld heb je nodig om een Big Mac te kunnen kopen? En dat zou kunnen zijn dat je in Noorwegen $6 nodig hebt om die Big Mac te kopen. En in Niger 30 cent, bij wijze van spreken. Hè? Dat is een voorbeeld. Dus de waarde van diezelfde dollar ligt op een andere manier. En dat heeft dus alles te maken met hoe het in een land gaat. Want het zou best wel eens kunnen dat die 40 cent die ze in Niger verdienen een wekenloon is. Terwijl je daar in Amerika 10 minuten voor werkt, hè? Bij wijze van spreken. Dus er zit een heel groot verschil tussen. Maar, andere landen hebben een informele sector die bijdraagt aan de economie. Waardoor je dat dus niet ziet in de echte statistieken. Wat was ook alweer de informele sector? Zwartwerken. Ja, zwartwerken, precies. Of mensen die op straat schoenpoetsen zijn, hè, wat je in het buitenland vaak ziet. Dit vertelde ik net al. Het gemiddelde inkomen zegt niets over een land. Want als een man 99% van het inkomen verdient en de overige 2 miljard inwoners de andere procent, dan is er duidelijk armoede in zo'n land. Dus dan moet je regionaal gaan kijken van, hé, hoe zit dat in elkaar? Ja, en dan laatst die populaire regio's kunnen onderling heel erg sterk van elkaar verschillen. Waar BRP, wat zou dan BR zijn? Regio. Ja, precies. Bruto regionaal product. En, nou ja, nogmaals, zeg dus niets over het land zelf, maar altijd in relatie tot een ander land. Zeg iets over Nederland en België. Prima, kun je je BNP voor gebruiken, maar stel je wil de regio Antwerpen gaan vergelijken met de regio Flevoland, dan moet je altijd BRP gebruiken, dus per provincie. En dat kan wel. Goed, voor mij was dat het. Oh ja, nou ja, dit was het plaatje dat ik nog even wilde laten zien. Ik zet hem zo meteen wel eventjes terug. Een voorbeeld, hè? 1% superrijk bezit 43% van de welvaart, want die heeft natuurlijk heel veel geld. 9% rijk bezit 40% van de welvaart, maar wat blijft er dan over? Het percentage heeft 17% van de welvaart, terwijl er veel meer mensen zijn. En dat is wat ik wilde zeggen met bruto regionaal product. Je ziet dat die verhouding pas zichtbaar wordt als je naar een land zelf gaat kijken. Dus hou dat heel erg in de gaten. Goed.